De mantel der gerechtigheid, past die over je trui heen? Dan doe ik de mantel der ongerechtigheid uit, man. Ik denk dat stinkt een beetje. Hij is ook vies, hij is gescheurd, zie je dat? Ik kan mijn hand erin steken. En hij is gekreukeld. Ja, zo. De mantel der ongerechtigheid. Ja. Het is echt een vod, dat zie je ook. Colin, die representeert eventjes Jezus. Hij staat er. En Jezus, sorry hoor, ik heb een beetje kribbelen een keer, dat jullie net het horen. Jezus, die liep dus op aarde zonder zonde. Rechtvaardig, de mantel van rechtvaardigheid. De mens, wij allemaal, wij weten wat zonde is. Ja, toch, wie heeft er nog nooit gezondigd? Nou, dat valt me tegen, vind ik een grapje hoor. Wij allemaal weten wat zonde is, oké? Iedereen die zondigt, want in onze daden doen wij vaak verkeerde dingen, denken wij vaak verkeerde dingen, et cetera, et cetera. Jullie weten allemaal waar ik het over heb. Dus de mens die loopt met die mantel der ongerechtigheid, Jezus loopt met die mantel der gerechtigheid, en dan staat er dus in die tekst die ik net voorlas, 2 Korintiërs 5, vers 21, hem nu, die geen zonde gekend heeft, dat is Colin, dat is Jezus, geen zonde, heeft hij, heeft God, gemaakt tot zonde, dus met andere woorden, hij gaat de zonde zo meteen aantrekken, zodat wij, mensen met de vieze mantel, kunnen worden gerechtigheid Gods in hem. Dus met andere woorden, we gaan jassen ruilen. Yes. Dus jij krijgt dat vod, wat zo hard stinkt, en ik doe aan deze prachtige mantel der gerechtigheid. En toen ik dit jasje kocht, dan had die verkoper denk ik niet gerealiseerd dat dit jasje zo vaak geïllustreerd zou worden als de mantel. Het zit volgens mij zelfs nog iets van smits in of zo. Helemaal fris, hoor je. Nou, dus met andere woorden, Colin, Jezus, moet ik goed zeggen, Jezus, die is tot zonde geworden aan het kruis. Hij heeft al onze zonden gedragen. Hij is gestorven, hij is doodgegaan aan het kruis, begraven met al die zonden. Zodat ik mag lopen in zijn jas, in zijn rechtvaardigheid. Dus met andere woorden, op het moment dat God nu naar mij kijkt, wie ziet hij dan? Jezus. Hij ziet Jezus. Hij ziet wel Marcel, maar hij ziet Marcel in hij ziet de nieuwe Marcel. En dat is de Marcel met de mantel der gerechtigheid. Dus deze. Dus hij ziet een zondeloos iemand. Schoongewassen. Puur. En Jezus die kreeg die visiejas aan. Die ging dood, want die visiejas die maakte hem dood. God die had het zo bepaald. Hij zei van, er moet geboet worden voor die zonde, voor al die foute dingen. Dus dat gaat Jezus mijn zoon dragen. En hij is weer opgestaan. En hij heeft de zonde achter zich gelaten. En is weer in een nieuwe jas. Weer. Je mag hem uittrekken, je mag hem weggooien. Wat? Heel ver weg, wat zei? Heb je er nog één of zo? Oh nee, ik heb er maar eentje. En je mag weer gaan zitten. Dankjewel. Hartstikke goed. Dus, snappen we het beeld? Ja, toch? Met andere woorden, God ziet nu niet jou in met die visie jas, maar God ziet jou in de mantel dat je